Wij trokken een tijdje geleden terug het straat op voor Factop met volgende vraag. Waarom denk je dat mensen moeite hebben om op een festival naar het toilet te gaan? Nu, wat bleek, dat was niet het enige probleem op een festivalcamping. Dat je matras leegloopt. Ja. Een matras die kapot is gegaan. Ja, als je een luchtmatras hebt, dat loopt altijd wel leeg. Als je matras plat gaat, ja, dan ligt je daar op de grond. Zanne trekt binnenkort naar Camping Chill en om haar en andere campinggangers te helpen, heb ik de hulp ingeschakeld van Atlas Copco. Dus, we gaan naar daar gaan. Ik heb afgesproken met Julie. Dan gaan we eens gaan kijken, hè. Kom. Oeh, Julie, Atlas Copco, vertel mij eens, wat doen jullie net? Atlas Copco doet heel veel. Eigenlijk alles wat te maken heeft met lucht, energie en stroomoplossingen. We zijn een Zweeds bedrijf, maar het hoofdkantoor van Perslucht is hier in Antwerpen. Right, oké, okay. Het hoofdkantoor van de Perslucht zit hier, maar ja. Jullie zijn in C eigenlijk een Zweeds bedrijf. Ja, klopt. En die Zweedse cultuur die leeft hier ook echt. Elk idee telt hier en wij geloven dat de mensen die het dichtst bij het probleem zitten, dat die ook het dichtst bij de oplossing staan. Ah, maar dat is handig, want ik had ook een idee. Ik zou graag op Camping Chill iets gaan doen waar ik Perslucht voor nodig heb. En ik heb mij laten vertellen eigenlijk dat jullie de universiteit van de Perslucht zijn of zoiets? Ja, inderdaad. Dat wordt wel eens gezegd. Ja? Wij ontwikkelen, testen en produceren nieuwe industriële ideeën. En daarvoor hebben we eigenlijk heel veel ingenieurs nodig, ongeveer 800. Dus ik denk dat je wel kunt stellen dat wij hier de place to be zijn voor ingenieurs. Dus, okay, super, super. Ja, oké, okay, alright. 800, zoveel heb ik denk ik niet nodig voor mijn idee, maar jullie gaan mij kunnen helpen. Dat is de bedoeling. Alright, super cool. Ben eens benieuwd. Gaan we eens binnenkijken? Ja, oké, okay, let's go. Nice. Right, Julie, merci voor de rondleiding. Ik heb nu gezien hoe dan een compressor gemaakt wordt, maar wat is dat nu juist, een compressor eigenlijk? Eigenlijk samengevat zijn compressoren machines die perslucht maken. Oké, okay, dat klinkt logisch. Een perslucht is samengedrukte lucht. Yes, inderdaad. Onze compressoren die drukken de lucht samen op hoge druk en dan krijg je perslucht. En wij bij Atlas Copco hebben alle technologie in huis om dan perslucht op grote schaal te maken. Oké, okay, zalig. En dan is natuurlijk de logische vraag, perslucht, hebben we dat nodig? Of ja, waarvoor hebben we dat nodig? We hebben dat zeker nodig. Er zijn eigenlijk enorm veel toepassingen. Ja. Elke industrie heeft eigenlijk perslucht nodig. Net zoals een industrie ook water, gas en elektriciteit nodig heeft, hebben ze ook perslucht nodig. Ja, okay. Er zijn heel veel motoren, machines, gereedschap die draaien op perslucht. Bijvoorbeeld een tandarts, die zijn boor, die zal wellicht draaien op perslucht. Okay. En ook bijvoorbeeld ziekenhuizen, daar leveren wij ook compressoren aan die dan zorgen voor de lucht van de beademingstoestellen. En dat moet dan uiteraard heel zuivere lucht zijn, dus dat testen wij uitvoerig in onze labo's. En niet alleen voor de mensen, maar ook bijvoorbeeld voor het zeeleven is perslucht heel belangrijk. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van windmolens in de zee gaan we een soort van bubbelgordijn maken. Dus dan plaatsen ze een slang en gaatjes in en daar blazen ze dan perslucht door. En die opstijgende belletjes vormt dan een bubbelgordijn. En dat bubbelgordijn houdt dan het geluid tegen en dan wordt het zeeleven niet verstoord. Oh ja, oké, okay, kijk, cool. Amai, dat zijn inderdaad toepassingen waar ik nooit aan gedacht zou hebben. Het enige waar ik wel al aan gedacht had, was in de voedingssector, denk je dat ook gebruikt wordt? Ja, klopt. Die hebben we inderdaad nog niet gehad. Je denkt er misschien aan als je op café zit, maar bij elk bierbrouwproces is ook perslucht nodig. Of bijvoorbeeld in een pretpark, de lanceer- en remsystemen, die werken ook allemaal op perslucht. Alright, dus een hoop plezier dankzij perslucht. Zeker wel. Oké, okay. En binnenkort ook op Camping Chill. Dat is zeker de bedoeling. Ja, oké. Okay. Vertel eens, ik ben super benieuwd, wat is jullie idee? Wat hebben jullie verzonnen? Ja, ik wil nog niet te veel details verklappen, maar wij dachten aan een Atlas Copco Air Busters team. Dus een team dat met perslucht naar de camping zal komen en dan luchtmatrassen kan opblazen of voor andere toepassingen kan gebruiken. Kijk, goed. Oké, Airbusters. Zalig, nice. Dan kun je misschien ook na een douche of zo je helemaal droog blazen. Ja. Of je tent vol met muggen leegblazen van de muggen. Yes, dat is de bedoeling. Ja? Ja. Okay. Dus Eva, jij bent hier jobstudent. Vertel eens, hoe is dat? Ja, momenteel ben ik echt dol op mijn studentenjob. Het sluit zeer goed aan op mijn studies, wat dat heel leuk is natuurlijk, omdat na zoveel jaar gestudeerd te hebben, het wel fijn is om het te kunnen toepassen op de werkvloer, zeg maar. En verder is het ook een job waar ik heel veel vrijheid in heb. Ik heb mijn eigen projectjes, dus ik kan zo mijn eigen ding doen. Ik kan daar heel veel bij
ja, nieuwe dingen leren, nieuwe dingen doen. Dus dat is heel fijn. Staat er ook een kans dat je hier misschien ooit echt gaat beginnen? Of? Ja, zeker. Dus omdat Atlas Copco ook zo'n internationaal bedrijf is, vind ik het zeer fijn. Omdat bijvoorbeeld mijn collega's heel vaak op bedrijfsbezoeken gaan in het buitenland, waar dat altijd mooi meegenomen is. Dat is waar. Ja, inderdaad. En dan ook voor de rest toekomstplannen van Atlas Copco. Ik denk dat je als student-ingenieur toch wel welkom zult zijn hier, aangezien dat ze naar een green future willen werken. Dus ja, zeer interessant. Cool. Ik zie Eva hier nog terug. Ik hoor het. Alright. Ja, zeker. Succes daarmee. Dank je wel. Ik ben daarnet een jobstudent tegengekomen en die vertelde mij dat het echt super aangenaam werken is hier. Ik neem aan dat dat leuk is om te horen. Yes, inderdaad. En dat is ook de waarheid. Dat klopt. Het is eigenlijk een super toffe sfeer hier. Er wordt enorm veel ingezet op bijscholingen, op trainingen. We hebben zelfs ons eigen trainingscenter. Okay. En wat ook heel leuk is, we kunnen heel veel sporten doen bij Atlas Copco. We hebben ons eigen voetbalveld, we hebben eigen tennisvelden, we hebben indoor sportterreinen. Oh. En wat nog leuker is, we hebben een eigen chalet, een Atlas Copco chalet, waar we dus na het sporten ook iets kunnen drinken met de collega's. Alright, amai, nice. Een eigen chalet, maar ook een eigen Airbusters team. Yes, dat klopt. Dus iedereen die 17, 18 of 19 augustus problemen heeft op de camping, die weet ons maar te vinden en wij komen helpen. Ik heb er vertrouwen in. Yes, komt goed.